Hallo, ga jij eens even slapen? Nou, als jullie nog tips hebben hoe ik kind het snelst kan laten slapen. Wat? Aha, ga je nog een hele verhaal vertellen? Kijk, die voet is zo schattig. Kom eens hier met je voet. Kijk hoe schattig hij is. En dan denk je dat hij slaapt. Wil je hem in zijn eigen bedje doen? Dan krijg je dit. Oh, en ik wil hem ook niet te vaak pakken, want dan gaat hij daaraan gewend raken. Oh. Dilemma. Je zit weer netjes op zijn stoeltje. Ik heb dit voor hem gemaakt. Broodjes pindakaas, aardbei en perenmoes. Want sinds dat hij baby is, baby, dat hij zijn eerste hapjes mocht, vond hij peer zo lekker. Dus ik dacht, nou, die hou ik erin. Wie heeft de honger? Iedereen! Hallo lieverds, daar ben ik weer. Ik zat te kijken, ik dacht van, hoe komt er hier een vleg? Maar dat is mijn jurk, ja. Ik heb, nou, dit is echt wel de derde keer dat ik slippers heb besteld bij Hermès. De maat viel elke keer niet goed. Dus ik heb nu maatje 37,5. Ik dacht meestal 36. Maar ik heb hele brede voeten. Dus meestal passen smalle slippers mij niet. Dus ik dacht, misschien is het even leuk om een unboxing te doen. Het duurde ook heel lang voordat ze mijn maat weer op voorraad hadden. En ik heb ook hele schattige watermeloen oorbellen gehaald. Voor de support naar Palestina. Ik heb in mijn vlogs eigenlijk nooit echt over uitgesproken. Maar voor de mensen die me volgen op Snapchat en Instagram weten dat ik eigenlijk dagelijks wel iets post over Palestina. En ik denk ook voor mijn jongere kijkers die nog niet echt weten wat er aan de hand is. Lees jezelf een beetje in wat er in de wereld gebeurt. In het nieuws hoor je dat er een oorlog is, maar het is geen oorlog, het is een genocide. Want als een land zichzelf niet kan terugverdedigen, dan is het geen oorlog, dan is het een genocide. Er worden letterlijk mensen uitgemoord, kleine kindjes worden uitgemoord, vrouwen worden uitgemoord, ziekenhuizen worden aangevallen. Dat. Maar in ieder geval, ik ga dus nu even mijn Hermès met jullie unboxen. En hopelijk pas ik deze maand wel. Hermès? Sugar Daddy gift? Dan gaan we jongens, de unboxing. Ja? Daar gaan ze. Hopelijk was het deze wel. Ja? Ook al los. Oh ja, Biggie Foto. Ja, Black on Black? Ja. Van die bruine toch wel mooi. Daar hou jij niet toch van, mijn schat? Mm. Ik ga even kijken of ze aan de voet passen. Ook kleine voet heb je. Ja, hè, nu passen ze wel. Helemaal niet. Helemaal wel. Je voet hoort er niet overheen te hangen. Hij past nog steeds niet, ze moeten grotere man. Nee. Ik zie toch dat het niet past. Je teen steekt eruit. Jawel. Hij past. Kijk, mijn hiel komt precies daar. Ga staan. Wacht, ik ga eerst mijn voet insmeren. Want jij kijkt altijd naar mijn voet. Ben je voet toe? Weg. Ik zal toch nog een maatje groter maken. Nee, kan niet. We zijn bij de Phoenix Music Awards. En kijk deze make-up. Oh my goddy. En ik ga mijn eigen wimpers opdoen van Singles. Ik heb al een tijdje niet gepusht, niet gepromoot, maar ja. Ik word nu opgemaakt door Jean. We kennen elkaar net een paar seconden, maar wij zijn beste matjes voor life. Ja, we zijn nu al beste matjes voor life. Wij zijn familie en ja, laat weet. En hij gaat mij vandaag heel mooi maken, dus ik ga jullie straks de end result laten zien. Zeker. Nou, dan kan jij er ook wel gaan zitten. Doen. Ja, zou ik wel doen, ja. Als ze dit dan met jou kunnen, wat ze dan met mij kunnen doen. Zag ik zo, je wilt nu al vandaag op deze tour gaan? Nee, nee. Want je kan het echt krijgen, hè? Ja? Ja. Ja? Kijk, 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 k
naam. Van ik opereer het, maar kan ook trucjes of die gewoon niet goed veroordeeld. Okay. Beest, het is Lil Klina, ik gooi mijn doekoe in het. Samen van die dingen die dan. Je bent zo raar. Is het echt of fake? Is het af of weet jij het? Jongens, nou dat is lang geleden dat ik heb gevlogd. Nou, ik wou eigenlijk filmen dat ik in het vliegtuig ging en alle leuke dingetjes. Maar ik ben dus alleen naar New York gegaan met Eden. En alle keren dat ik met hem ben gevlogen was hij gewoon lekker rustig. Maar hij zit nu in een fase dat hij echt wat lopen, ontdekken, klimmen. Dus, oh wat was dit maar een vlucht joh. Ik heb hem 2 uur lang, armen aangespannen. Er zat een man voor me, kale man. Hij heeft hem misschien 6 keer op zijn kale hoofd geslagen. Naast me zat echt een hele lieve Spaanse vrouw. Ze werkte ook op in de kinderopvang hier in Spanje. Dus ze zei ook van, ik vind het niet erg als die even komt kijken, zeg maar. Maar ja, op een gegeven moment begon hij... Hij begon eerst heel rustig met aantikken van, kijken van, ah, hier ben jij. Daarna begon hij met trekken aan de shirt, trekken aan de haar. En hij heeft ook een klap in haar gezicht gegeven. Ik heb hem wel gecorrigeerd, jongens. Want dat gaan we natuurlijk niet... moet wel gewoon vanaf jongs af aan weten dat dat niet mag, natuurlijk. En achter mij zat ook een koppeltje. Daar was hij ook heel de tijd mee aan het spelen. En het was me echt een hell of a ride. Sorry, ik zie er echt niet uit. Ik ben gisteren ook... Heb ik helemaal niks aan mezelf gedaan. Ik ben wakker geworden... Mijn pruik is echt zo lelijk. Ik moest deze op omdat ik die tijdens de tata's aan had. En ik had gisteren een shoot voor de tata's. Maar ik heb dus speciaal een Jules Air gehaald. Zodat die in het vliegtuig mag. Maar vanaf 1 april is dus een nieuwe regel. Hij mag gewoon niet in het bagageruim. Dus ze zeiden van ja, we moeten hem labelen. Je mag hem tot de deur meenemen. En dan aan het eind van de vlucht kan je hem weer ophalen. Nou, ik stap uit die vliegtuig. En er staat elke pijltje naar hier is bagage, hier is bagage. Nou, ik heb echt een avond 4 dagen gelopen met Eden. Na gewoon non-stop hem te hebben vastgehouden. Vanaf 's ochtends vroeg een shoot te hebben gehad. Ik wil echt niet klagen, maar ik wil dat jullie begrijpen hoe moe ik was. Mijn shoot was van 9 uur 's ochtends tot 3 uur. Toen had ik geen tijd om nog spullen in te pakken. Ik moest gelijk door naar huis, naar het vliegveld. En... Ja, vanaf daar heeft Eden gewoon helemaal niet geslapen op de vlucht. Dus toen ik daar aankwam, dacht ik, ik zet Eden in zijn wagentje en ik ga. En toen heb ik nog 20 minuten met hem in mijn arm moeten lopen. En ik stond echt op het punt om zo hard te janken. En toen dacht ik, alleenstaande moeders hebben dit gewoon altijd als ze op vakantie gaan. Overal waar ze naartoe gaan, ook thuis. Dus ik heb echt, het is echt zwaar. Ik heb echt respect voor alleenstaande moeders. Ook nog eens met meerdere kinderen. Het is echt, echt, echt zwaar. Ik moet gewoon bijna weer janken als ik over nadenk hoe zwaar het is. En ik kan nu gewoon denken van, nou, volgende vakantie ga ik het niet meer doen. Ik ga gewoon altijd met DAF. Nou, het is niet echt vakantie, ik kom even Jamil alleen bezoeken. Oh, nou, klaar met het gezeik. We gaan er gezellige dagen van maken hier. Ik ben een lang weekend hier. Want ik moet natuurlijk ook gewoon werken. Ik heb alleen maandag vrijgenomen. Ik heb trouwens geen terugvlucht geboekt. Hey Cookie. Je hebt het me wel moeilijk gemaakt, hè, schatje. Je moet zo, hè. Ga maar zitten, liefie. Zo, ga maar rustig zitten. Zitten. Daar is onze vrouw des huizes. Kijk uit wat dat knijpt soms. Nou, we gaan nu even een broodje eten. Ze is helemaal gefascineerd van Fendi. Maar Peanut, die is echt super druk en die bijt altijd. Dus ik wil nog dat iedereen te dicht bij Peanut gaat. Nee, precies. Nou, we gaan nu even naar de bakker. In de badjas. 8:30. Jongens, het is zo vet vroeg.
Ja, ik werd dus wakker geslagen om 8 uur. Echt zo'n hand in mijn oog. Ik vind Mallorca wel echt mooi hoor. Ja, jij komt gewoon op de goede plekken. Ik kan ook op de foute plek op Mallorca. Toen ik aankwam op het vliegveld, nou het leek wel alsof ik op zuipvakantie ging. Zoveel Nederlanders. Het is een soort van zeezuipstrand. Echt top. Brood in de korf. Oh, dit is echt geweldig. Dat moet ze ook in Nederland hebben hoor. Ja. We zitten nu in een restaurantje wat iedereen moet eten en alles is een beetje ver weg, dus ik ga hem gewoon een patatje geven. Het is echt een beetje chagrijnig wat de jongen heeft, maar gelukkig is het dan de Jamila bij de goed was. Daar zijn de patatjes! Goedemorgen jongens, het is de tweede dag. Ik ben net wakker zoals je ziet. Ik heb heel weinig gefilmd en moet ik ook gewoon eventjes wat chillen. Maar vandaag ga ik gewoon lekker veel vloggen. Ik ben echt zo blij met een babyproof huis. Bij ons thuis kan die eigenlijk niet echt kruipen. Omdat onze tafel best wel gevaarlijk is. En er liggen gewoon veel spullen die kan pakken. We zijn momenteel wel bezig met kijken naar een nieuwe woning. Dus ik weet echt dat het huis babyproof gaat zijn. Hier kan die lekker kruipen. Wat ik echt heel goed vind van Iren is als hij gaat zitten, gaat hij heel langzaam naar beneden. Dus ik zeker weet dat hij goed op de grond terecht komt. Iren zitten. Ga maar zitten, liefie. Ga maar zitten. Oké. Gaat hij heel langzaam. Goed zo, schatje. Ik weet echt niet of ik mijn mama overal kom. Het lukt me gewoon niet om de kamer netjes te houden. Maar ik ga jullie even mijn kamer laten zien in het huis. Even het licht aan. Ik zocht het lichtknopje in de nacht. Ik begreep er echt geen moer van, maar het is allemaal automatic. En dit is mijn badkamer. Echt zo freaking pretty. En dit is de douche. Wat ik nu ga doen is even samen met Iren douchen. En dit is een douche waar hij gewoon lekker op de grond kan zitten. Dus we kunnen ook gewoon echt samen douchen. Want thuis moet ik hem echt gewoon vasthouden. Ja, nu ga ik even lekker met hem douchen. Even klaarmaken. Gisteren heb ik ook gebokst met Jamil. Maar ik heb echt vandaag geen trek om te sporten. Ja, ik weet niet. Maar ik heb gewoon... echt geen zin en energie om vandaag te sporten. En het is toch even anders zonder Davinio. Want ja, Davinio die doet gewoon heel veel qua parenting. Dus, en je merkt toch wel dat als je alleen bent, dat het dan gewoon fully is. En ja, zoals ik al had gezegd eerder in deze vlog, ik heb zoveel respect voor alleenstaande moeders. Want die weten gewoon niet anders. Wat op dit koffertje is van Iden, die bij de Primark gehaald. Zo cutie. Nou, ga even een outfit uitkiezen om aan te doen. Dit wordt zijn outfitje vandaag. Nou, Iden is lekker omgekleed. Dit is zijn outfitje van vandaag. Van de Primark. Ja, als ik lui ben en even geen zin heb om helemaal kleren te zoeken en zo, ga ik naar de Primark. En ze hebben altijd wel echt leuke dingetjes hoor. En ook gewoon voor een goede prijs. I love it. Nu moet ik alleen mezelf nog even fixen. En dan ga ik denk ik even een rondleiding aan jullie geven. Dus ik ga mezelf eventjes nog fixen. Ja, ik ga even geen make-up op doen hoor. Maar gewoon even mijn haar goed doen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Ik ga nu een brood maken voor iedereen. He's not having it right now. Ik denk ook hoe harder hij schreeuwt, hoe sneller die krijgt. Brood zonder korf. Echt. Zo nice. Gisteren was Iden dus buiten aan het spelen. En ik zie hem opeens kauwen. Dus ik denk, ik heb hem toch helemaal geen eten gegeven? Heeft hij gewoon een mega meer gegeven? Nou, het schrok me echt lepblazers. Liefie, kijk eens. Kijk eens hoe lekker. Oh, lekker. Kijk eens. Niet uit je mond halen. Als hij het uit zijn mond had, dan gaat hij het gooien.
het. Lief doen, hè? Zachtjes. Zachtjes doen. Wil je drinken? Drinken, liefie. Kijk eens. We zijn echt besties geworden. Zo schattig. Oké, hier is dus mijn kamer en ik hoorde dus allemaal water, dus ik dacht, wat zit hier beneden? Dus ik ging kijken. Kom, ga naar beneden. Hey. Zitten er hier dus gewoon motherfucking big ass fishes? Koi carpers, wauw. Wauw, wauw. Dat is niet normaal. En hier is dus een spa, een Turkse stoombad met zwembad, een gym. Kijk hoe extra, hè? Mezelf. Ze heeft hier gewoon een hele salon, nagelsalon en haarsalon. Hier is de bioscoopkamer. En hier een freaking golfbaan. Oh my goddy. Die van Jamil gaat voor mij, speciaal voor mij, naar de halalslager. Dat ze speciaal voor mij naar de halalslager gaat, super lief. Wel lijp hoor, dus stel je bent hier als Spanjaard en je wil bekeren, dan zijn er gewoon bijna geen halal opties hier. We gaan lekker zwemmen. We hebben gisteren ook gezommen, alleen ik heb niet gefilmd. Ik heb mijn bikini aan van Giswa Elisa. Hij zit echt super comfy. Ik heb hier Idris' zwemluier. Ga ik even bij hem aandoen. Mijn pruik zit zo vreselijk slecht. Echt, ik kan daar heel slecht op gaan als mijn haar niet goed zit. Maar ja, anyways. Even aankleden en dan gaan we lekker zwemmen. Ook de zonnebrand, ook belangrijk. Zo. Lekker met Wendy, gezellig. Hey, boekje lezen. Derde outfit van de dag. Zo'n schattig boekje. Dit shirtje kostte maar 2 euro bij de Primark. Echt wel een leuk shirt hoor. Echt een kopie. Deze heb ik ook gehad bij de Primark. En dit was zo'n lifesaver in het vliegtuig. Want iedereen die kreeg een beetje opvlieger. Dus het was ook echt heel heet. Dus toen had ik deze gewoon even in zijn nek gezet. Echt, oh heerlijk. En deze kan 7 uur lang meegaan. En je kan hem opnieuw opladen, batterij. Dus echt een aanrader. Ja, meer dan een jaar mijn rijbewijs. En nu heeft nog steeds niet met mij in de auto gezeten. Nee, klopt. Okay, ik heb hier dus echt heel de dag naar uitgekeken. Ida slaapt. En nu kan ik eindelijk in de sauna. Ik weet alleen niet hoe die werkt. Dus ik ga hem eerst even aanzetten. Maar ik denk op de aanknop dat die daar aan gaat. En dan... Ja, straks zet ik die spoelers aan en dan maak ik ze helemaal nat. Nou, ik ga het even checken. Ik heb het nu in ieder geval aangedaan. Good morning, jongens. Het is
12 uur in de ochtend. Nou jongens, het is ochtend. Ik heb net een gebed gedaan. Iedereen doet een dutje. En daarna gaan we naar een tentje hier in de buurt. Ik heb opgezocht, er zijn heel weinig loodtentjes. Maar er is een leuke brunchspot in Mallorca. En zodra Jamila klaar is, gaan we daar naartoe. Ja, ik ga gewoon eventjes genieten. Dat ik gewoon even kan chillen. En Ida slaapt. Dus dat ga ik even doen. Prima. Goed zo. Kom maar naar boven. Klim. Voetje omhoog. Goed zo. Die voet wil niet mee. Naar de stad. Even wat eten. En daarna gaan we. Ik voel me altijd echt een pakezel als ik spullen voor iedereen moet meenemen als ze uit huis gaan. Ja. Nom nom nom. Lekker. Oeh, wat lekker. Baby girl, je bent mijn one desire. Set my soul on fire. Geef me je love en geef je hart van China. Goedemorgen jongens. Nou, het is alweer de laatste dag hier in Spanje bij Jamila. Ja, consistent vloggen was gewoon echt heel moeilijk. Omdat ik gewoon echt mijn handen vol heb aan deze baby. Ja, maar mijn broodje maak ik voor jou. Dus ja, vandaag gaan we weer terug naar Nederland. En morgen, de reden dat we morgen terug moeten, is omdat ik een shoot heb en Jamila heeft een event waar ik trouwens ook voor was uitgenodigd. Dat wist ik niet, dus we gaan er samen naartoe. En zij heeft een mommy event, dus ik ben heel benieuwd hoe het is. Zal ik dat ook gewoon vloggen? Ja, ik ga dat ook gewoon filmen, haar event. Nou, iedereen houdt echt van broodje pindakaas, dat is echt zo'n fave. Niet doen. Nu gaat het stukje zo. Lekker hè? Lekker hè? Lekker hè? Lekker hè? Hoi, lekker hè? Kom maar. Wil je vieze snotneus zien? Ida, kom eens even. Dudu, wat is dit daar? Mama. Gaan we weer naar papa, hè? Papa, kom zitten. Ja, gaan we weer naar papa. Papa. Laatste dag nog even chillen. De vlieg is al weg. Het was gezellig, maar ik kan ook weer niet wachten om hem weer even lekker naar de opvang te brengen, hoor. Jeetje. Hé, liefie. Dit is beetje zo schattig. Daar is Fendi. Daar is Fendi. Hey, ja, hey. Zachtjes doen, hè. Om mijn aaien. Dat we gaan. Ieder was nog een beetje moe, dus ik wou hem eigenlijk wakker houden. Maar hij is echt heel moe en ik vind het gewoon zielig, dus ik ga hem laten slapen. Liefie, even een dutje doen, hè. Even een dutje doen. Mijn favoriete show, Miss Rachel. Hele goedemorgen, jongens. We komen weer eens te laat. En wie komt dat? Niet liegen, want jij bent altijd te laat. Jij besloot zomaar voor ons als we opeens komen. Nou, in ieder geval, vandaag gaan we iets leuks doen. We hebben namelijk een shoot. En dit is de eerste shoot die we samen gaan doen, hè? Ja, klopt. Voor iets superleuks wat binnenkort naar buiten komt. So, stay tuned. En daarna ga ik werken. En na werk ga ik naar het event van Kimmy. Voor ben ik uitgenodigd. En ja, ik ben benieuwd hoe dat event gaat zijn. Ik hoop dat er eten is. Wat voor event is dat? Ik zeg je eerlijk, ik heb nog niet goed gekeken waarvoor het was.
Dadelijk is het wel voor iets en dan ben je er helemaal niet op voorbereid. Nou ja, ja klopt. Maar lekker dan. Nou, we staan nu in de styling. We zijn bij de allerbeste stylist. Ja, ik hoop dat probleem heb ik zelf ook. Dit is Daphne's auto. En wij laten mensen zo. Ik heb dus aan. Het staat heel goed. Ja, zo weet je klein. Klein? Nee. Lekker in de make-up. Mijn haar heeft gedaan. En dan zijn we klaar. Dan gaan we lekker shooten. Vinnie heeft al vier keer gevraagd waar mijn make-up op zijn gezicht mag. Allemaal mooie vlekjes. Nou, ik vind het wel minder erg dan hoe. Dit is de bestaling, maar elke dag in het huis. Dat was leuk. Gewoon. Zo, echt hè. Eindelijk in de make-up. Ja jongens, ik krijg een strak nee, huidje. Dit is wat je wel. Ja, lekker. Dit is wat je wel. Speelde die ook voor haar. Nou, dit is echt een ding geworden. Elke keer als ik op werk kom, ligt deze helemaal verpamperd te creperen hier. Hey, we zijn live. Nou, ik heb dus net de auto geparkeerd. En er is dus hier zo'n hele undercover parkeergarage op de Keizersgracht. Want ik loop hier altijd te struggelen met mijn auto hier langs de weg. En als er geen plek is, dan moet ik echt de hele avond, vierdaagse lopen. Daar hebben we geen zin in. Nee, inderdaad. Dus, dit is de parkeergarage. Voor iedereen die op de Keizersgracht moet zijn en parkeren. Begint te screenen. Want hier kan je dus ja, makkelijk parkeren. Deze leuke, knappe heren. Want ik wil al jullie gezichten zien, maar ik ga jullie helemaal... Mechelen? Nee, ik moet eruit. Ik krijg het Spaans benauwd hier. Ik heb geen zin. Jij was in mijn leven. Oh my god. Oh my god. Ik kom uit de Bijlmer, vriend. Girl. Ik ben een mopper uit de Bijlmer. Je denkt... Nee, dat vind ik niet. Oh, nieuwe manier. Ik ga het niet ook. Beste arts. Nou, lekker toetje hoor. Goedemorgen. Nou, het is de dag erna. Ik ben zo kapot. Van gisteren was echt een lange dag. En ik ga de vlog afsluiten, want mijn batterij is leeg en ik ga heel snel praten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Sorry dat ik weer zo lang afwezig was, maar het is gewoon voor mij een beetje kijken van oké, wanneer voel ik me weer goed, wanneer niet, wanneer heb ik zin om te vloggen. Maar ik moet gewoon consistent zijn en jullie moeten me echt er doorheen slepen. Dus tag iedereen. Zeg iedereen om mijn vlog te kijken. En dan ga ik weer proberen om elke vrijdag te uploaden. Ik hou van jullie en ik zie jullie snel weer. Doei doei!